Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie aan de titel kunnen zien, gaat de Lidl in Nederland weer vuurwerk verkopen. Wat of het de moeite waard is qua prijs en wat ze allemaal hebben, ga ik jullie zo meteen laten zien. Ik laat jullie eerst even wat anders zien. We hebben dus een samenwerking met Flexispot. Ik zou zeker even het linkje in de beschrijving bekijken, maar we hebben dus een bureau van ze ontvangen met een bureaustoel. Dit is dus de E7 tafel. En dan heb je zo'n elektrisch ding. Dan kan je dus omhoog en omlaag. Echt een lijp ding met ook deze stoel. Dat is de B7 Pro. En deze tafel kwam zo perfect uit omdat we dus nog geen bureaustoel en tafel hadden voor de livestreams en voor video's hier op te nemen. Dus even een dikke shout-out naar Flexispot. Mochten jullie nou ook zo'n tafel willen, dan moet je even de link in de beschrijving checken. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, mooi bureautje. Ik zou zeker de link in de beschrijving even checken. Dan kunnen jullie misschien ook bestellen mochten jullie nog een bureau willen hebben of een bureautafel. Ik heb hier de folder van Lidl Nederland. Vorig jaar vonden wij dat de Lidl het beste vuurwerk had. De Lidl had namelijk knetterlinten die nog echt op goede kwaliteit waren. Ze waren 3 euro voor 60 in een pakje. Ik heb nog steeds gelukkig een karton, omdat ik wist van de knetterlinten die daar verkocht worden, die gaan hoogstens dit jaar, dus volgend jaar, niet meer op deze manier verkocht worden. Om nog niet te veel te spoilen, ga ik jullie even meenemen naar de folder. De folder die laat eigenlijk maar één blad zien of twee blaadjes. Dit gaan ze dus verkopen vanaf zaterdag 3 december. Dat is dus niet volgend weekend, maar het weekend daarna. Waarschijnlijk zal het weer chaos worden. 8 uur 's ochtends, 7 uur 's ochtends al alles weg. Of in ieder geval een rij buiten. Maar ik vind op zich, oprecht naar wat we vorig jaar hebben gezien bij de Aldi en bij de Lidl, denk ik dat hier weer het beste vuurwerk te koop zal zijn. Ik ben ook een beetje huiverig over de prijs, want jullie zien het waarschijnlijk nu al in beeld komen. De prijs is behoorlijk hoger geworden, voornamelijk voor de knetterlinten. Dat heb ik al voorspeld, omdat natuurlijk alles duurder is geworden. We hebben te maken met de oorlog, de inflatie, we hebben te maken met duurdere containers. Dus de kans dat het hier omhoog ging qua kat 1 vuurwerk is zeer aanwezig. Ik heb laatst trouwens ook een video gemaakt over het vuurwerk wat de Aldi in Duitsland gaat verkopen. Daar is het gelijk gebleven qua prijs. Ik zie ook heel veel mensen die daar een commentaar op hebben en zeggen van ja, zie je wel, daar kan het wel. Maar dat is dus niet het geval, want de Aldi is zo'n grote keten dat ze gewoon vuurwerk van de afgelopen 2 jaar allemaal hebben kunnen opslaan om nu pas te kunnen verkopen. Dus alles wat daar nu verkocht gaat worden staat al 2 jaar in die bunkers tegen de containerprijzen van toen. Dus waarschijnlijk zal het volgend jaar in Duitsland ook veel duurder gaan zijn. Dus ik zou zeker in Duitsland, wel volgens de regels, maar gewoon lekker veel in gaan slaan, zodat je volgend jaar nog tegen de lage prijzen je vuurwerk hebt. Ik neem jullie nu even mee naar de folder. Nou, laten we maar beginnen met hetgeen waar iedereen naar benieuwd is. Dat zijn de knetterlinten, 60 stuks in een pakket. Iedereen kent het wel. Vorig jaar kostten ze dus 3 euro per pakje. En jullie zien het al, dit jaar dus 5 euro. Dus hij is 2 euro omhoog gegaan. Dat is per karton 120 euro extra. Te bizar voor woorden als je het mij vraagt. Want het is echt een prijsstijging van 80% of zo, die 2 euro. Waarom, weet ik niet. En we worden nog harder genaaid eigenlijk. Op het moment dat we erachter komen straks dat die knetterlinten nog veel minder zijn dan vorig jaar, maar wel veel duurder. Dus ik ben super benieuwd daarnaar hoe de kwaliteit gaat zijn. Gelukkig hebben wij nog een karton, dus we kunnen goed vergelijken hoe of wat. Maar 5 euro per 60, ik weet zeker dat niemand er iets om geeft. Iedereen zal alsnog dit gaan kopen. Maar een prijsstijging van 2 euro is wel echt hoog hoor. Dat is echt heel veel per pakje. Nou, wat zien we nog meer? Street Mix pakket, nou dat laten we altijd liggen, 6 euro, dat zijn een beetje van die hele kleine ja, F1, maar dan niet echt vuurwerk te noemen. Dan hebben we nog dat fonteinenpakket, het Volcano pakket, 31 delig voor 10 euro. Er zitten dus 31 vuurwerkproducten in, waaronder 10 grote vulkanen, 10 kleine vulkanen en 10 tube vulkanen. Nou, weet ik wel dat de Aldi en de Lidl altijd hele goede fonteinen heeft. Soms ook met harde crackling. Alleen weet ik niet meer uit mijn hoofd wat er nou wel verkocht werd vorig jaar en wat nou niet. Dus mochten jullie dat wel weten, laat het even in de reacties achter. Ik kan deze niet herinneren, maar het kan zo zijn dat ik deze wel gewoon al een paar keer heb gehad. Maar die ga ik zeker erbij doen om gewoon te kijken en te testen voor jullie. Dan hebben we de luchthuilers. Die heb ik vorig jaar volgens mij niet gezien. Misschien ben ik gek, maar naar mijn idee niet.
5 euro voor 48 stuks. Nou, dat vind ik wel een hele goede prijs. Als je nu kijkt bij andere winkels, dan kan je dat er voor 5 euro echt niet halen. 48 van die luchthuilertjes. Dan heb je sterretjes, die laten we zeker liggen. En dan de knettervulkanen. Met knetterende effecten. 5 euro voor 6 stuks. Ik vraag me af of die er vorig jaar al waren. Ik kan me namelijk niet herinneren. Het kan zo zijn dat ze nieuw zijn. Die gaan we er ook bij nemen. Zoals ik al zei, ik weet niet of de knetters dit jaar van Kat 1 goed zullen zijn. Dus je moet zeker niet heel veel gaan inslaan. Omdat je denkt van, hey, het is zo goed als altijd. Ik zou zeker even rustig aandoen. Misschien eerst de video van ons checken. Om de conclusie te kunnen trekken wat je haalt. Zo weet ik nog dat er een aantal jaar geleden had Jordi bijvoorbeeld bij de Aldi superveel fonteinen gehaald. En toen we ze gingen afsteken, bleken ze echt heel slecht te zijn. Veel slechter dan we gewend waren. Daar moet je ook altijd het bonnetje bewaren. Kan je ze altijd nog terugbrengen. Want gelukkig die grote winkels zoals de Aldi en de Lidl zijn er niet moeilijk in. Dan hebben we hier nog het Street Show pakket. Daar ben ik altijd echt fan van geweest. Nou, 13 euro voor 98 producten. Waaronder dus knalerwten. En daar zitten dan 40 van in of zo, weet ik veel. En dan, ja, daarom klinkt 98-delig veel, maar valt het wel mee. Er zitten dus 9 fonteinen in, 74 pillycrackers, 10 knetterlinten en 4 happiness. Nou, 100% dat wij deze erbij gaan inslaan, want dit zijn wel altijd goede pakketten. Vooral die Street Show, die halen we ieder jaar. En ik hoop gewoon echt ontzettend dat het de kwaliteit heeft, is van wat we gewend zijn van de Lidl. En niet die zooi wat we af en toe zien. En ja, de Aldi was vorig jaar ook veel minder. Fonteinenpakket XXL, 10 euro voor 11 stuks. Ja, dat is een soort van alleen maar fonteinenpakket, logisch. Gaan we zeker ook erbij nemen, mochten we het geluk hebben. Ik denk gewoon wel dat deze gewoon goed zullen zijn. Dat hoop ik althans. Heb je nog het fonteinpakket 7-delig? 7 euro voor dat pakket, oftewel 1 euro per fontein. Er zit ook een vuurwerkbril bij. Jullie hebben als het goed is, jullie gaan binnenkort een video zien van een winkel waarbij we fonteinen kochten die bijna iedere fontein knalde uit elkaar. Dus een vuurwerkbril is niet stoer, maar op zich wel slim om dat te doen. Maar goed, als je met nitraten staat te stoken waar gips uitkomt, altijd even een bril doen, jongens. Want voor je het weet, knalt er iets in je oog en daar heb je de rest van je leven problemen mee. Dan heb je nog de Crackling Shots. Daar zijn we ieder jaar heel erg fan van. 25 stuks voor 9 euro. Volgens mij stelde die niet teleur vorig jaar. Dus ik denk wel echt dat we deze een aantal keer in onze kar gaan leggen. Dus 25 van die dingen. Eerst komt er een geel uit en dan Crackling. Dat is zeer aantrekkelijk. En zo hebben we een beetje alles gehad, want ja, de rest van, van de folders stelt niet zoveel voor. Het gaat voornamelijk over kerst, kerstbomen en vlees voor de gourmet. Nou, daar komen we natuurlijk niet voor bij de Lidl, dus, maar ik weet dat de achterkant, vooral de laatste twee bladzijden, volledig vuurwerk is. Dus het is wel interessant om dit te zien. Vanaf zaterdag 3 december dus in de winkel. Wij gaan zeker vrijdagavond al erheen om te kijken of er Lidl's zijn die al wat gevuld hebben. Zo zijn we ook in contact met sommige Lidl-vestigingen die ons ook die mogelijkheid geeft. Dus dat geluk hebben we. Maar verder zal voor iedereen zaterdagochtend, volgens mij openen ze allemaal een uurtje of 7 of 8, zal het dus in de schappen liggen en waarschijnlijk ook weer snel uitverkocht zijn. Ik denk ook echt dat dit jaar dat wederom een probleem gaat zijn. Want er staat ook letterlijk in de folder vanaf nu in de winkel, op is op. Dus ja, als je dat mag geloven, dan hebben ze niet extra leveringen. En vorig jaar hadden we volgens mij nog een soort van stuk waarbij stond vanaf 23 december heb je deze artikelen. Een soort van nieuwe artikelen. Dat hebben we toen ook laten zien in de video. Maar dat is dus nu niet het geval. Dit is ook echt alleen dit. En ik ga ook letterlijk alles halen behalve de sterretjes en dat Street Mix pakket. Want dat is dus echt alleen maar confetti en verder niks. Nou, op zich de moeite waard. Laat even weten in de reacties, jongens, of jullie ook gaan. En wat jullie gaan halen. En mochten er mensen zijn die bij de Lidl werken of wat dan ook, laat ons even weten. En hoe het zit met de leveringen, want daar ben ik ook super benieuwd naar. En ik ben ook super benieuwd naar wat de Aldi in Nederland gaat verkopen. Want daar hebben we nog niks van gehoord. Ik zat al echt te wachten van, hey, wanneer horen we wat van de supermarkt in Nederland?
Want vorig jaar verkochten ze volgens mij ook 2 of 3 december de Lidl. En vaak de Aldi dan ook rond die tijd. Alleen tot nu toe hebben we nog helemaal niks gehoord van ze. Ook niet in de DM soms mensen die werken bij de Aldi. En dan een lijst van jongens, dit wordt er besteld of gaat geleverd worden. Helemaal niks. Tot vandaag dus. Anderhalve week voordat ze het gaan verkopen. Of anderhalve week, zeg ik. Ja, anderhalve week voordat ze het gaan verkopen hebben ze dus de folders in de winkel liggen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Een beetje informatie wat ze gaan verkopen. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie binnenkort weer. Want vanaf 1 december dagelijkse video's elke dag om 4 uur. Later.